In sporthal Baskensburg in Vlissingen streden Zeeuwse karatekas om de provinciale titel. Het Zeeuws kampioenschap was verdeeld in twee onderdelen. Minder bekend is het onderdeel kata. Kata is Japans, betekent gewoon letterlijk vorm. En je loopt gevechtsvormen van jezelf, bepaalde verdedigingen, tegenaanvallen. Een beetje wat een bokser doet met schaduwboksen, om warm te worden, om te oefenen. Kata houdt meer in dan braaf de bewegingen nadoen. Moet overtuigend wezen. Je kunt natuurlijk het vormpje uit je hoofd leren en een beetje nalopen, maar dat is zeker niet voldoende. Het moet echt, als het gelijk is, dan ga je echt kijken van nou, die weet wat hij doet. Ook het onderdeel kumite, oftewel het gevecht, is ingewikkelder dan het lijkt. De kumite, dat is ook zijn zes criteria waar je naar kijkt voor een score. Dus niet elke contact is een score, zeker niet. Je moet een goede timing hebben, goede afstand. Een goede vorm, een sportieve houding en een krachtige uitvoering.